YouTube-kanaal voor hun. Is toch foodporn dit, of niet dan? Vandaag gaan we voor jullie een mooie buffet klaarmaken. Ik ga alvast beginnen met het schoonmaken van de buffet. En Mark gaat jullie iets meer vertellen over de buffet zelf. Ja, dat gaan we zeker. Een mooi stuk buffet komt uit de flank van het rund, uit de zijkant richting de lies. Dus een lang stuk vlees met een grove structuur. Het mooie van dit vlees is dat je hem meerdere manieren kan bereiden. Maar wij gaan hem vandaag rood rosé grillen. Licht laten roken, waardoor hij ook een mooi smaakje krijgt. Dat doen we na het aanbakken. Het vlees kruiden we met grove peper en zout. Verder doen we er helemaal niks aan. We maken er een lekkere chimichurri bij. Het kenmerkende voor dit vlees is dat het ook een mooie dooradering heeft. Er zit een mooi vetrandje door het vlees heen. Maar Frank die maakt hem nu schoon. Overtollige vliezen die niet nodig zijn, die halen we eraf. Voor de rest gaan we hem mooi grillen zo meteen. Zo is hij klaar. Ik ga hem nu even, voordat ik hem ga zouten, met de zout en de peper, dep ik hem eerst even iets af. Zodat hij wat droger is en het zout en de peper wat beter pakt. Het zout en het peper doen we eigenlijk, het mooiste is als dat een kwartier van tevoren even goed erin kan trekken, voordat je hem op de barbecue legt. Het vlees gaan we vandaag grillen op de Kamado, een mooi ei. Die hebben we mooi op temperatuur staan, lekker heet, rond de 200 tot max 250 graden. Dat is de ideale temperatuur om vlees op te grillen. Als het heter gaat worden, moet u er goed bij blijven, anders kan het vlees alleen maar verbranden en dat is zonde. Het zout en het peper heeft nu mooi ingetrokken, dus we gaan hem op de barbecue leggen. Het is ook heel belangrijk de draden ook eigenlijk al zien. Dat het vlees ook inderdaad op de juiste manier gesneden wordt nadat het gegrild is. Want als inderdaad de structuur van het vlees zo loopt, dan moet het haaks op de draad gesneden worden. Dus hij moet zo in plakjes gesneden worden als hij van de barbecue afkomt. Zo, de barbecue is mooi op temperatuur. We gaan hem nu, hij zit rond de 220 graden, dus we gaan hem nu lekker aanbakken om hem vervolgens lekker rustig door te laten garen. Zo. We leggen de buffet mooi op het hete punt van de barbecue, om hem even eerst mooi dicht te schroeien aan beide kanten. Zodat hij daarna mooi kan rusten, terwijl hij al mooi de braadrand heeft. Het is ook heel belangrijk met het aanbraden van vlees dat het niet te snel gedraaid wordt. Laat het vlees rustig even grillen aan de ene kant van het rooster, dat de eiwitten mooi loskomen. Geef het rustig de tijd en blijf er even bij met het dichtschroeien. Dat is heel belangrijk. Dus geef het gewoon sowieso 2-3 minuten voordat je gaat draaien. Daarom is het dus ook heel belangrijk met de barbecue. Temperatuurbeheersing, dat is eigenlijk de sleutel tot het succes van je eindproduct. Nou, zoals je ziet is het vlees nu mooi aangebraden. Komt het ook mooi los van het rooster en kunnen we hem gewoon even rustig omdraaien. Dan zie je al dat hij een mooi goudbruin grillrandje krijgt van het rooster. En je ziet het vlees ook mooi naar elkaar toe trekken. Je ziet die structuur duidelijk tevoorschijn komen. Zo, hij zwelt mooi op en dat is heel belangrijk. Zometeen dan is het vlees mooi aangebraden en dan gaan we er een thermometer in steken. Laat hem rustig roken met een rookblokje erbij en dan laat hem op kern komen en dan is hij gewoon helemaal super. We zijn nu klaar met het aangrillen van de buffet. Nu gaan we de barbecue straks iets temperen. Waardoor de buffet straks rustig door kan garen naar zijn kerntemperatuur die je wil bereiken. De mooiste kerntemperatuur die je kunt halen voor de buffet is tussen de 45 en de 52 graden. Ik zelf hou erg van rood vlees. Frank houdt meer van rosé, dus we gaan een beetje in de middenweg zitten. We gaan hem op 48 graden kern van de barbecue halen. Dan laten we hem nog 5 minuten rusten en dan is hij gewoon perfect om mooi aan te snijden. Met de lekkere verse chimichurri die we zo meteen gaan maken. We gaan de buffet er nu afhalen om de platesetter ertussen te zetten. Dat is om de barbecue iets te temperen, want anders is het vuur
Blijft te hoog om hem rustig door te laten garen. Gewoon makkelijk, niet te moeilijk doen. Het is hitte waar je mee werkt. Doe het wel een beetje snel, maar kijk maar, je kan het gewoon rustig neerleggen. De rooster komt er weer bovenop te liggen. En zo ziet u dat de warmte mooi van onder de schijf naar boven komt, waardoor die mooi de indirecte warmte terugkrijgt. Je legt de bavet weer mooi in het midden van het rooster. Doe de kerntemperatuurmeter erin. Altijd vanaf de zijkant het vlees benaderen, want de punt die meet welke temperatuur die heeft. En dan zit die altijd precies in het midden. De thermometer gaat aan en dan laten we hem gewoon rustig doorgaren. En dit kan gewoon precies mooi ertussen. Nu een kerntemperatuur van 32 graden. Dus je merkt, dit moet gewoon nog een kleine 20 minuutjes rustig doorwarmen, zodat hij op de kerntemperatuur van rond de 48 graden terechtkomt. Frank gaat een lekkere chimichurri maken. Een Zuid-Amerikaanse kruidensalsa. Die bestaat uit platte peterselie, lekkere verse koriander, wat verse knoflook, rode peper en een lekker citroen. Daar doen we lekker wat olijfolie bij, wat grof zeezout, een lekker pepertje. En dat wordt één mooi salsaatje die we zo meteen naast de bavet lekker kunnen serveren. Om het een mooie kruidige, frisse bij te geven. Snij het gewoon lekker fijn, want hoe meer blad je in je mond hebt, eigenlijk hoe vervelender het eten. Dus het moet gewoon lekker fijn. Sommige mensen doen het ook graag met elkaar, woep, zo in de keukenmachine. Maar ja, lekker vers snijden is natuurlijk eigenlijk net het mooiste wat dat betreft. Ik ben begonnen met het snijden van de platte peterselie. Ik ga nu nog wat koriander er doorheen doen. Ik heb 2 teentjes knoflook erbij, een pepertje. En dan voegen we het nog samen met wat olie, peper en zout. Ondertussen gaat de barbecue gewoon lekker verder. Die staat nu zo rond de 140, 150 graden. Hij zakt snel aan temperatuur doordat die pleatsetter ertussen zit. En dat is gewoon de ideale temperatuur. Hij gaat zo meteen verder terug naar rond de 130. En dat is een mooie temperatuur om vlees wat rood moet blijven. Of dat nu een stuk varkenslende is, of een stuk biefstuk, of een stuk entrecote. Dat maakt allemaal niet uit. Het moet gewoon op lage temperatuur rustig garen. Zodat alle vleessappen mooi in het vlees blijven. En de maalzijd gegarandeerd is voor het eindresultaat. Ik heb nu alles mooi fijn gesneden. Ik voeg het allemaal samen in een kommetje. En dan pakken we wat olijfolie erbij. Daar mag je wel royaal mee zijn. En nog wat mooie gemalen peper. En om het af te maken doen we er nog wat zout bij. En nog een klein beetje citroensap. Nou, de bavette heeft nu een kerntemperatuur van 48 graden. Ideaal om hem eraf te halen en hem lekker te laten rusten, zodat hij even alle vleessappen mooi op zijn plek kunnen komen in de eiwitten. Pas altijd op met het eruit halen van de thermometer, want die kan heet zijn. Daar kom je snel genoeg achter, want dat doe je maar één keer. Laat het vlees nu gewoon even rusten. Zometeen snijden we hem lekker aan en dan maken we hem mooi op met de chimichurri. En dan wordt het echt smullen. We gaan nu beginnen met het aansnijden van de bavet. Ik snij hem even één keer door de helft, omdat het een vrij lang stuk is. En je hem goed op de draad af moet snijden. Als je dat niet doet, dan krijg je gewoon hele lange plakken. En dat is A, vervelend uitdelen. B, dat zit ook gewoon niet mooi op het bord opgemaakt bij de gasten. Dat is gewoon niet handig. Je kunt er dus ook voor kiezen om zo'n stuk vlees, zoals je hem nu hebt, in 2 delen klaar te maken. Maar eigenlijk aan 1 stuk is qua garing het mooiste. Dan blijft hij het mooiste rosé en dan kan hij ook gewoon tegen een stootje. Het snijden, probeer dat gewoon zo dun mogelijk te doen. Zodat je gewoon lekker alle vleessappen, alle structuur mooi proeft van het vlees. Te dikke hompen, dat betekent kauwen en dat is gewoon niet wat we willen. Zometeen is het vlees helemaal klaar. Zout het even mooi na, klein stukje peper eroverheen. En dan maken we hem lekker af met de chimichurri. En dan wordt het echt smullen.
Je ziet dat het vlees een mooie garing heeft gehad op de 48 graden die Frank graag wil hebben. Nee, hij is gewoon perfect zo. Heerlijk rosé, mooi een goudbruin korstje aan de buitenkant en dat is eigenlijk zoals je je bavette wil hebben. Nu doen we lekker de chimichurri eroverheen om een mooi extra op smaak te brengen en dan wordt het gewoon één groot feest. Eet smakelijk. Ja, daar gaat hij, jongens. Oh, super.